Waar zijn ze nou allemaal, die studenten? Zoals je kan zien is het hartstikke rustig hier op de Sjernike campus. Wij vragen ons af, zijn de studenten nog een beetje aan het strijden voor deadlines of zijn ze al toe aan vakantie? Wij zoeken het voor je uit. Heb jij een beetje leuke vakantieplannen? Jawel. Wat ga je doen? Ik ga een weekje met een vriendin op vakantie naar Nice in Frankrijk. Oh, heerlijk. Lekker weer ook. Dat hebben we hier nu niet. Nee, klopt. En moet je nu nog even strijden op school? Ja, ik heb een hertentamen zometeen. Succes. Wat moet je nog doen? Healthy aging. Keuzemodule. Ja, ik ga 2 weken naar Italië, naar het Gardameer. Oh, heerlijk, heerlijk. En nu moet je nog even strijden op school? Ja, nog 1 dag. De laatste dag en dan ben ik er vanaf. Ik heb hele leuke vakantieplannen. Ik ga naar Thailand toe. Okay. Ja, met 10 vrienden. 2,5 week weg. Heerlijk. Beetje cultuur of vooral stappen? Ik denk vooral stappen. Ja, ik ben een keer eerder geweest. En ja, er wordt wel stappen in Thailand. Ja. En nu ben je nog even aan het strijden op school? Even strijden nog. Ik heb zo'n tentamen, een herkansing. En als ik die heb gehad, ben ik klaar voor dit jaar. Oké, okay, nou, succes nog dan en veel plezier in Thailand. Komt helemaal goed, dankjewel. Heb je een beetje leuke vakantieplannen? Zeker. Wat ga je doen? Ik ga naar Parijs toe, naar de Olympische Spelen. Daar ga ik 2 dagen heen. En ik ga verder met vrienden op vakantie naar Mallorca toe. En jij? Ik ga met vrienden naar Noord-Italië. We hebben daar een huisje geboekt samen en gaan we een beetje zuipen en van alles doen. Zon, zuipen, ziekenhuis. Ja, we hebben nog niet een hele planning gemaakt hoor, maar... Ook een beetje cultuur snuiven of wordt het alleen maar stappen? Ja, een beetje stappen. Heel misschien cultuur snuiven, ja, maar dat denk ik niet. I'm going back home to Spain for the summer. Oh, amazing. Does your family live there? Yes, my mom. Why are you still at school? Good question. I'm finishing some work, some extra work. Heb je leuke plannen? Ja, niet echt heel veel. Gewoon op vakantie gaan naar het buitenland. Waar ga je heen? Duitsland. Oh, leuk. Altijd leuk. Met familie? Ja, mijn ouders. Oh, gezellig. En verder nog plannen? Nee, verder eigenlijk niks. Gewoon rustig aandoen vooral. Nou, hier zijn wel wat mensen. Eén grote drukte is het hier. Oké, en dan Pieter. Wat gebeurt hier allemaal? Nou, wij zijn van opleiding werktuigbouwkunde. En onze eerstejaars hebben een vechtrobot gemaakt, een battlebot. En aan het einde van het project strijden die met elkaar. En dan gaan we kijken wie er de beste battlebot gemaakt heeft. Wat is hier allemaal aan de hand? Nou, we zijn bezig met de battles. We hebben een project en dan moesten we een battlebot maken. En daar zijn nu dan de battles van. Dus, van de robots? Ja, van de robots, ja, klopt. En wie gaat er winnen? Nou, er is eentje met een kabel eraan, een beetje illegaal, maar die doet wel heel erg goed, dus ik denk dat die wel gaat winnen. 2, 1. Er zijn niet zoveel studenten weer aanwezig helaas, misschien ook maar beter, die kunnen ook lekker genieten van hun vakantie. Wij gaan nu ook lekker genieten van de vakantie en we zien jullie weer na de zomer.